De hoogwatergul Veessen-Wapenveld is een van de maatregelen uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Met dit programma beschermen we het Nederlandse rivierengebied beter tegen overstromingen. De hoogwatergul komt te liggen tussen Veessen en Wapenveld, 15 kilometer ten zuiden van Zwolle. De hoogwatergul wordt alleen gebruikt bij extreem hoog water en zorgt dan voor een daling van de waterstand op de IJssel met 71 centimeter. Dit komt gemiddeld eens in een mensenleven voor. De rest van de tijd is het gebied net als nu in agrarisch gebruik. De gul wordt niet gegraven, maar ontstaat door aanleg van twee dijken van ongeveer 8 kilometer lang. De breedte van de gul varieert van 500 tot 1500 meter. De gul krijgt een inlaat, een uitlaat, twee nieuwe gemalen en twee bruggen. Deze bruggen, Kerkdijk en Werverdijk, zorgen ervoor dat het gebied ten oosten van de gul bereikbaar blijft wanneer de gul in gebruik is. De brug Kerkdijk en het inlaatwerk liggen aan de zuidkant van de gul, bij Veessen. Hier wordt de IJsseldijk voor een deel afgegraven, waardoor een nieuwe uiterwaard ontstaat. Tegelijk wordt de Kerkdijk vervangen door een brug voor autoverkeer. Onder de brug komt een beweegbaar inlaatwerk. Aan de zuidkant van de brug komt een vrijliggend fietspad. Bij hoogwater kunnen fietsers gebruik maken van de brug zelf. Bij een waterstand van 5,65 meter wordt de inlaat neergelaten en stroomt het water de gul in. Hartelijk welkom in deze prachtige IJsselhoeve bij de officiële opening van de hoogwatergul Veessen-Wapenveld. Onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier en het laatste grote project van dit omvangrijke programma om Nederland veiliger te maken tegen hoogwater. Dames en heren, u mag best weten dat ik hier met een bijzonder gevoel voor u sta. Want er zijn intensieve en roerige jaren verstreken. En de aanleiding voor vandaag is natuurlijk helder. We staan uitgebreid stil bij de opleving van de hoogwatergul. En we markeren het behalen van de doelstellingen die we ooit hadden met waterveiligheid voor dit project. Maar dat is niet zomaar tot stand gekomen. Er is heel hard aan gewerkt door mensen van dit project. Maar er is ook veel meer. Er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in het leven van de mensen die in dit gebied wonen. En Veessen-Wapenveld is het laatste grote project van het programma Ruimte voor de Rivier. We staan een tijdperk af. En ik zal nooit die gesprekken aan de keukentafels vergeten. Boosheid, verdriet, het wantrouwen, een grote binding met de omgeving, waar u al eeuwenlang raakvlakken mee had, maar ook de enorme veerkracht. Want we hebben fors moeten ingrijpen in de levens van mensen. Honderden mensen, zo zou je kunnen zeggen, wachten een offer om de veiligheid van 4 miljoen mensen in het rivierengebied te vergroten. En daarvoor heb ik, en met mij, het hele kabinet, diep respect. Uw veerkracht, zeg het maar, is de sterkste waterkering van Nederland. En dat is vandaag mijn belangrijkste boodschap. Ik wil er niet meer aan denken. Ik wil er niet meer over praten. Nooit meer. Ik denk er nog wel eens aan. En ik kan er heel wat over vertellen. Soms is er een dag dat ik er niet aan denk. Dan zie ik mijn man fluitend op de trekker stappen. Ik zucht en laat het los. En hem laat ik ook los. Ga maar lekker werken. Het is zo fijn te zeggen. Zonder argwaan, zonder onbekenden die opeens op je land staan. Onaangekondigd voor een handtekening of een grondvoorstel. De hele aanleg van de geul heeft veel reuring veroorzaakt in het gebied, veel emoties losgemaakt. En als stichting vonden we het mooi om daar een theaterstuk van te maken, omdat wij vinden dat je van zo'n proces ook wel iets kunt leren voor de toekomst. En we wilden dat delen met de bewoners en we hopen dat alle mensen die zijn komen kijken, ook de professionals, de bestuurders en aannemers en enzovoort, daar ook iets over leren. Als ze in de toekomst weer meer van dit soort dingen gaan doen. Maar mijn man houdt niet van spelletjes en ook niet van draaikonten. Je moet met hem niet iets afspreken en het dan niet doen. En vervolgens ontkennen, dat heb ik niet gezegd. Dan is hij heel gauw klaar met je en ja, dan wordt je hart niet gemeen.
wel hard. Ik had niet eerder zo'n groot stuk in buiten gemaakt. Dat was een prachtige ervaring om echt in het landschap waar zich dit allemaal afgespeeld heeft, om daar met de mensen ook te repeteren en te spelen. Maar je moet het kunnen, niet blijven hangen. Je kan wel boos blijven, maar het is zo. Je kan altijd opnieuw beginnen. En ja, dat is onzeker. Niet weten waar je aan toe bent. Dat vreet aan je. Ook aan je kinderen. Mam, gaan we verhuizen? Dus ik ben gaan vragen en praten. Als je wat weet, kun je wat doen. Hoe was het werken onder deze regisseur? Geweldig. Nee, we zijn dus geen echte theaterclub of toneelclub. En het was dus allemaal mensen, alle diverse mensen. Sommigen met ervaringen, sommigen met helemaal geen ervaring. Je bent allemaal bewoners? We zijn allemaal bewoners en van diverse pluimage. En die werden bij elkaar gebracht. En binnen een half jaar werd dat een enorme eenheid. Het was fantastisch. Ik was nooit zo met de wereld bezig. Gewoon geen tijd voor. Te druk met mijn werk, mijn land, mijn leven. Een boer is altijd druk. Je bent nooit klaar. Ja, vakantie dat hoefde voor mij ook niet. Af en toe een dagje weg met de vrouw, omdat zij dat leuk vindt. En de wereld, dat was het journaal. En meestal viel ik in slaap. Tot het weerbericht. Dan schrok ik weer wakker. Van het theaterstuk wordt één act opgevoerd. Ja. En waar gaat het over? Dit is een acte die heet Stemmen. En die gaat echt over... het is een inkijkje in de huizen van mensen die het meegemaakt hebben. Dus het zijn vier bewoners uit het gebied. En als tegenstem is er de dijkgraaf die vertelt zeg maar, van de andere kant waarom de hoogwatergeul er echt moest komen. Maar de mensen die zeggen hoe het voor hen was om dit mee te maken, 10 jaar lang. Zou dit theaterstuk ook een beetje beschouwd kunnen worden als een stukje verwerking? Absoluut. Ja, absoluut. Het land is gehavend, maar we zijn niet kapot. We dragen de pijn en we delen ons lot. En we pakken de kansen en zo gaan we door. En dit zijn wij samen, daar staan we voor. En dit is ons leven aan de rivier. We hebben nog nooit zo laag gestaan. We zullen er wel afvragen waar dit soort projecten nodig zijn. Maar nu we hier buiten staan, in het gure weer, met regen en storm die op ons afkomt, denk ik dat iedereen wel snapt dat het steeds heftiger weer in aankomst heel erg belangrijk is om in Nederland op voorbereid zijn op de toekomst. We leren met een druk op de knop en dan gaat iets bijzonders gebeuren. Dan moet je kijken naar dit blauwe kindje hier. Waar gaat ie?
We zijn heel blij dat zij dit laatste belangrijke, hele grote project ook heeft willen openen. Belangrijk voor de veiligheid in het hele rivierengebied, maar zeker in ook dit gebied rondom Veessen. U bent dijkgraaf. Kunt u het kort even uw functie omschrijven? Heel kort geformuleerd ben ik eigenlijk de burgemeester van het waterschap. Dus ik vertegenwoordig het waterschap in Den Haag, bij de regering, bij het kabinet. En ik ben voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Is Nederland ook leidend met deze waterwerkprojecten in de wereld? Ja, wij zijn met dit soort grote projecten zijn wij inderdaad leidend in de wereld. En dit soort projecten, de kennis die we hier op doen, wordt ook verkocht naar het buitenland. En dat is heel goed voor ons bedrijfsleven. Maar nogmaals, je moet je blijven realiseren, we wonen in een dichtbevolkte delta. Dus werken aan die waterveiligheid zal altijd door blijven gaan. Maar daarnaast realiseren we ons goed dat dat altijd in de buurt van mensen zal zijn. Dank u wel. Allemaal bij mij. Hier een beetje vooraan gaan, dat je niet te zitten. Een hartstikke schone loper. Hier zo. En nog één keer juichen! Hij staat er niet op. Straks wel een poging. Met de minister dan. Hoe vond het theaterstuk? Hoe is er op je overgekomen? Nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder om te zien. Want juist in dit gebied, waar natuurlijk zoveel emotie is, hier was al de MKZ-crisis. Dan komt het Rijk ook nog eens binnen en zegt, nou we gaan hier geul graven dwars door uw bedrijven en door uw woningen heen. Ik heb diep respect voor de bewoners. Ik zie de emotie die uit het stuk spat. En ik vind dat ook volstrekt logisch, dat als 10 jaar lang in jouw gebied, bij jouw woning of bij jouw bedrijf er zoveel gedoe is, dat die emotie ook heel diep zit. En ik heb diep respect dat zij hier aan meewerken, want zij hebben de lasten. En de lusten zijn voor de 4 miljoen inwoners van het rivierengebied die veiliger worden. Dat heeft u zelf ook een beetje geraakt, geloof ik. Ja, dat heeft mij ook geraakt. En dat is ook al eerder gebeurd in eerdere gesprekken. En het zou voor mij natuurlijk hetzelfde gelden als ik hier op een dijkwoning zou wonen of mijn bedrijf hier zou zijn.